Het personeel van het psychiatrisch centrum Suriname PCS, die sinds vrijdag in actie was, heeft vandaag het werk hervat. Dat vertelt algemeen directeur Raj Jatnanan Singh aan onze redactie. Zowel directie als bond hebben vandaag een gesprek gevoerd. Er zijn harde afspraken gemaakt over de achterstallige betalingen aan het personeel. Aanleiding tot de acties was de achterstallige lumpsum die nog niet was uitbetaald. Jatnanan Singh is blij met de positieve resultaten van het gesprek van vandaag.